Wat doe ik als veehouder als ik een rund aankoop? We adviseren je om als veehouder zelf je aankomsten te registreren in het veeportaal. Voor de aankomsten die je zelf registreert, betaal je geen registratiekosten. De dag na de registratie krijg je in je mailbox een mail met een lijst met alle dieren waarvoor je de aankomsten hebt geregistreerd. Deze lijst vermeldt ook welke analyses voor deze dieren verplicht zijn. Je geeft deze lijst mee met je dierenarts, zodat hij deze bij zijn aanvraagformulier kan voegen. Als je zelf je aankomsten hebt geregistreerd, dan geef je in geen enkel geval nog de paspoorten of de verplaatsingsdocumenten mee met de dierenarts. Registreer je niet zelf je aankomsten, dan geef je de individuele documenten nog steeds mee met de dierenarts. Op deze documenten is de aankomstdatum en je handtekening vermeld. Bijkomend vergeet je ook niet om de sticker met je beslagnummer op de daarvoor voorziene plaats te kleven. Voor deze aankomsten die DGZ voor je registreert, wordt de registratiekost aangerekend.